Er zijn vandaag flinke zonnige perioden. Het blijft overal droog en het weerbeeld is rustig. Er trekken alleen wat hogere wolkenvelden voorbij. De temperatuur die ligt vanochtend zo rond de 2 graden. Vanmiddag wordt het wat warmer en kan het kwik stijgen naar zo'n 5 tot 8 graden. De wind waait uit zuidelijke richtingen en is overwegend matig. Aan zee kan de wind soms even vrij krachtig zijn. Vanavond is het ook nog lang helder. Maar vannacht neemt vanuit het noorden de bewolking toe en wordt het ook nevelig en mistig. De temperatuur is dan lokaal gedaald tot rond het vriespunt. En morgen begint de dag met veel bewolking. En met name in de zuidelijke helft van het land kan het ook nevelig of mistig zijn. Vanuit het noorden breekt de zon door, maar op sommige plaatsen is de mist hardnekkig en verdwijnt hij helemaal niet. Het wordt 6 tot 8 graden, alleen in de mistgebieden blijft de temperatuur een stuk lager. Tijdens oudjaarsavond wordt het op veel plaatsen mistig, ook nog versterkt door het vuurwerk. En dag begint het waarschijnlijk hier een dag grijs. In de loop van de dag breekt wel de zon door. De temperatuur loopt dan op naar een graad of 4. De dagen na blijft het nog rustig weer. Vrijdag kan er weer wat regen vallen.